Hi guys, I'm Char from Charlie's Angel Tarot on YouTube and MeWe and Buddy Advice on Facebook. I'll be out later. I'm just going to do something different. I'm just going to stream with the healing of the angel cards and I will send Reiki to everybody that wishes to receive it. So I'm going to start for Capricorn Steenbok. Ik ga vandaag alleen maar even stromen en ik ben vanavond of later live. Ik moet even wat anders doen. Oké, jongens. Ik gebruik de helende engelkaarten. En ik zal ook gelijk Reiki meesturen. Terwijl ik bezig ben. En ook daarna voor degene die het willen ontvangen. Dit is voor Steenbok. Dit is voor Capricorn. Capricorn, you have matured today. Perhaps you might have to do some growing up today, or being more mature in one or another way, or perhaps somebody around you. But that's the energy around you. Steenbok, jullie hebben volwassenheid. So, misschien moet jij in iets volwassen, meer volwassen worden, of een meer volwassen houding hebben vandaag, of iemand om je heen. Dat is de energie die om jullie heen hangt. I hope you like this way of doing it. Right, ik hoop dat jullie het ook wel leuk vinden als ik het zo doe met deze kaarten. Waterman, Aquarius. You have the energy of a soulmate. So you might meet a soulmate or you might see your soulmate today. Waterman, jullie hebben je zielsverwant. Misschien ontmoet je je zielsverwant vandaag of zie je je zielsverwant. Dit is de energie om je heen. Pisces. Vissen. You have dreams. So that could mean that you are dreamy today. Or that you're dreaming about something. Or that your dream is coming to fruition. Okay. Vissen. Jullie hebben dromen. Misschien droom je over iets. En dromen kunnen ook natuurlijk wensen en doelen zijn. Of er komt een droom waar. Remember guys, dreams are wishes or goals. So they might be coming true today. That's the energy around you. Dat is de energie rond jullie. Misschien maak je wel iemand zijn droom waar. Perhaps you are making somebody's dream come true today. Right, Aries. Ram, jullie hebben playfulness. Speelsheid. So Aries, don't be too serious today. Take some time out to rest. Take some time out to relax. Go and play a game of chess or Monopoly or go to the beach for a walk. Be more playful. Ram, jullie hebben speelsheid. Misschien is het tijd vandaag om niet zo serieus te zijn. Ga een wandeling doen of doe een spel met dammen of triktrak of Monopoly. Of neem een leuke lange wandeling met iemand samen op het strand. Oké. Taurus, stier, retreat, trek je terug, stier, Taurus, you have retreat. This is also an indication of taking time out, take some time for you, an alone time, to evaluate and meditate. Stier, jullie hebben een retreat. Dat is om even jezelf terug te trekken van de drukte, van mensen om je heen. Om te mediteren en te evalueren. Wat je hier hoort is Millie en Metis die zijn aan het spelen. Tweeling, Gemini. Gemini. You've got Michael, Archangel Michael. Jullie hebben Aartsengel Michael. This is the Archangel of Justice.
And this angel, you can also ask for help and to help somebody else. He can stay with you, but you can send him, ask him to go to somebody that you love, that needs clarity, that needs help in communication or wisdom. Dit is de aartsengel Michael, tweeling. En dit is de enigste engel die de zwaard draagt. En dat staat voor duidelijkheid en eerlijkheid. Misschien heb jij wat duidelijkheid nodig vandaag. Maar hij is ook goed in communiceren en hij heeft ook de wijsheid. Misschien heb je iemands hulp nodig vandaag. Ook gerechtigheid. Stuur aartsengel de vraag, wil je me helpen of... Help me zodat ik verder kan komen, dat ik duidelijkheid kan krijgen. En deze engel kan je ook naar iemand anders sturen of vragen of die daar naartoe gaat en hij blijft bij jou. Hij is de aartsengel van gerechtigheid en bescherming. Cancer, kreeft. Jullie hebben freedom, vrijheid. You've got freedom. So you might feel a little bit more free today than usual. Perhaps it's because you've started your weekend earlier, because it's the Friday today. Kreeft, jullie hebben vrijheid. Misschien voelen jullie zich een beetje meer vrij vandaag, omdat je een vrij hebt genomen, omdat het vrijdag is. Een vroeg of een lang weekend heb je genomen. Leeuw. Manifestatie. Leo, manifestation. You might have to sit down and take time out. It's the general energy, I feel, that we have to take time out. And to manifest. To manifest what we are wishing for. Leeuw, jullie hebben manifestatie. En dat betekent ook tijd nemen, rust nemen, alleen zitten. Net zoals of je mediteert. En denken, maar ik wil dit, ik wil dit. Nou, dat moet je niet zeggen. Maar ik wens, ik noem maar wat, ik wens een boterham, ik wens een boterham. Niet dat het uit de lucht komt vallen, maar gedachten geven kracht. Dat is het Nederlandse gezegde. En dat is manifestatie. Maagd, Virgo. Study. Studeer. Perhaps you have to study something. You need to get more information. Perhaps you're going to start a new study. Perhaps you're doing a workshop in the weekend. So you've taken a long weekend to do this workshop or study. Maagd, jullie hebben studeren, studie. Misschien ga je een workshop doen dit weekend. Of je gaat een nieuwe studie beginnen vandaag. Misschien moet je iets studeren of bestuderen om meer informatie te krijgen. Oké, Libra, weegschaal. Jullie hebben emerging, iets komt naar voren. Something is emerging today, Libra. Emerging means something is coming to the forefront. Perhaps clarity, perhaps peace, perhaps luck, because you've got daffodils or narcissus flowers there. Perhaps something you have sown earlier this year is coming to fruition, so it's emerging. Perhaps an idea, because she looks as if she's in thought, the angel. Oké, weegschaal. Iets komt misschien naar boven of naar voren. Duidelijkheid. Misschien komt er iets wat je gepland hebt vroeg dit jaar, net aan het begin van het voorjaar, komt nu tot bloei. Staat wel te peinzen, de engel. Zo, misschien komt het nu naar voren, de knopjes. Iets wordt er duidelijk. Scorpio. Scorpio.
Scorpio, schorpioen. Jullie hebben meditatie. En dat is het, de energie over het algemeen. Vandaag is rust of meditatie, tijd om na te denken. Iets komt naar voren. En jullie hebben de twee, kracht. You've got the second one, because that came out with that one. Power. So, meditation will give you answers, but it will also give you power. To know what to do with the answers, to know to stand in your own strength. Meditation will also teach you how to make a decision and stand behind that decision. Schorpioen, jullie hebben meditatie, so dat betekent rust, tijd uitnemen voor jezelf en na te denken wat je wilt doen, hoe je terugkomt in je kracht misschien. Meditatie geeft je antwoorden hoe je terug kan komen in je kracht. Sta in je kracht. Het geeft je ook zekerheid. Als je beslissingen moet nemen. En meditatie doet je dat ook. Boogschutter. Boogschutter. Sagittarius. You've got playfulness as well. Jullie hebben ook speelsheid. Speelsheid. Don't be too serious today. Take time out. Be more relaxing. Take a walk on the beach or near the lake. Play games with your children. Boogschutter. Jullie hebben speelsheid. Zo wees niet te serieus vandaag. Neem wat rust. Ga voor een wandeling. Of doe spelletjes. Of ga televisie kijken. Ga spelen. Okay, guys. Well, in general, the energy is relaxation. Take it easy. Do meditation. Don't stress. So that's the energy for today. Okay, lieve mensen, de energie over het algemeen vandaag is stress niet. Doe rustig aan. Denk na. Ga evaluatie doen en gebruik wat van toepassing is. En laat alle negativiteit of de dingen die je niet kan gebruiken los. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben vandaag en ik zie je straks. Tot ziens. Groetjes. I'll see you later. Take care.